Bro, even heel snel voor deze video. Als je nu de melding aanzet voor mijn kanaal. En als je heel misschien ook op de like knikt. Dan begint de Jake Paul muziek te spelen. Woo! Yo mensen, welkom bij een nieuwe vlog op mijn kanaal. Vandaag is het tijd voor een nieuwe dagelijkse vlog. Je zag al de 15.000ste keer dat ik zag dat ik dagelijks ga vloggen. En dan elke keer vlog ik. En dan heb ik door dat het niet kan. En dat ik veel te veel shit niet kan filmen. Dus vandaag doe ik een commentary over deze vlog. Ik ben de anonieme vlogbespreker. Ik ben geen dagelijkse vlogger. Ik zag elke keer dat ik een dagelijkse vlogger ben, maar ik vlog niet dagelijks, oké? Dit is mijn video. Welkom. Het is dagelijks, maar het is niet elke dag. Dus. Vandaag gaan we echt iets doen. Ook al is vandaag echt vreselijk weer. Het is al beter dan daarnet, snap je? Daarnet was het echt AIDS, nu is het minder AIDS, maar nog altijd AIDS. Het is vandaag maandag 24 juli, nice. Snap je? Ik moet ook echt stoppen met die datum te zeggen, want dat boeit echt niemand, snap je? Kan zijn als er een vlog van mij online komt, dat die 20 jaar geleden gefilmd is, toen ik nog in de baarmoeder zat. Datum boeit niks. En ik ga naar Sluis vandaag. Sluis is zo'n stad, zo dicht bij België. Het is Nederland. Er zijn geen coffeeshops voor de mensen die denken, junkie. Er is geen coffeeshop. We gaan nog niet voor de coffeeshop. We gaan gewoon om te chillen en om poffertjes te eten. It's gonna be a beautiful day. En het leukste is waarschijnlijk nog dat ik vannacht zo echt amper geslapen heb, omdat dat bliksem was en het regenen was. Maar snap je, ik wil dat fucking chill. En ik deed gewoon mijn ogen dicht en ineens was het 12 uur en ik werd wakker. En ik zo van, wow. En iemand was mij aan het facetimen, dus ik zo, wow. Ik neem ze op die FaceTime was zo, wow. Oh, dan zei die guy van, hey, kom, we gaan naar Sluis. Yes, let's get it. Oké, je hebt nu echt genoeg shit gefilmd in je keuken. Ik bedoel, iedereen is je keuken echt al helemaal beu. Ik ook. Ik kijk nog maar 1 minuut naar deze vlog en ik ben die keuken al beu. Waarom film je die keuken? Het is daar fucking saai. Maar nu komt er wel een leuk stukje in de vlog, want nu stonden er kolonie mensen voor mijn deur. Dus hey. Er staan mensen voor mijn deur. Of ja, mensen, er staan dingen voor mijn deur. Jullie mogen 3 keer raden welke dingen het zijn. Mensen met treasure shirts. Woe, ze hebben allemaal dezelfde kleren aan. Dat is allemaal een beetje lijk op mij vroeger. Ben je niet zo, snap je? Mijn kleren vroeger zo. Treasure en ook treasure. Well, what are you guys doing? What are you guys doing in front of my deur? Hey kat, wat zijn die mensen daar aan het doen? Weet jij het? Wat doen de mensen daar? Ik weet het ook niet. Ze zijn aan het chillen. They chillen voor mijn huis. Moet ik open doen? Moet ik niet open doen? Moet ik ze daar gewoon laten staan? Dit is een moeilijke vraag. Oh, kijk, mensen voor mijn deur. Nu zien jullie zijn het echt niet door het raam. Ha, wow. Jullie zijn wel echt maar veel. Zijn jullie op schoolreis? Nee. Waarschijnlijk wel. Ze zijn op zomerkamp voor mijn deur. Dat is een van de activiteiten. Ja. Willen jullie een foto? Of zijn jullie hier gewoon uit? Ja, uiteindelijk hadden ze dus toch geen junk op. Ze hebben daar misschien wel iets van gezegd of zo, maar ze hadden geen weed. Ook geen crack. They had nothing, maar ik moet wel zeggen, deze mensen waren heel vriendelijk. Ze waren vriendelijk voor mijn deur, ze deden niet lastig, ze deden het niet moeilijk. Ze smeten niet met strand naar mijn raam of zo. Ze waren gewoon chill. Thanks daarvoor. Shoutouts. Oké, ik haat muziekbeelden uit de auto en ik heb net ook een schiet gelaten en hij ruikt echt naar. Ik weet het niet. Het is echt chemisch. Ik weet niet wat het is. What the fuck? Oh, dit stinkt echt. Wow, dit is broccoli of zo. Nee, goed. Pak die autobeelden. We gaan even fast forward naar Sluis. Ah, ik ben in Sluis. Dit is zo Nederland, maar tegelijk ook niet Nederland, maar tegelijk ook wel Nederland. Kijk, dus half Nederland, half België, maar de stad is van Nederland. Omdat België zei van, we moeten die shit niet aan. Zo half Nederland, half België, snap je? En ik kwam hier vroeger ook altijd met mijn mama uit of zo. Leuke spelletjes spelen. En dan ging ik daar zo spelen, snap je? Hier is er ook zo'n hele leuke speeltuin. Ik weet niet of mensen dit kennen, want dit is echt de shit. Hier had ik altijd ruzie met iedereen en ik word altijd elkaar geslagen door, maar oké, het was wel leuk. But it's gonna be very nice, so let's get it. Boom. Kijk, ik had gezegd dat ik niet naar coffeeshops ging gaan, er is ook geen coffeeshop. En Sluis, er is wel een soort van heksenketel of zo waar ze ook zo paddenstoelen verkopen en zo wel over die rare shit. Maar ze hadden daar dus ook grappige bongs, bedoel, ik heb die niet gekocht. Maar ik had wel geld nodig om eten te kopen, so I got some money. Money. Nadat ik geld had afgehaald om eten te kunnen kopen in Sluis, waren er kinderen mij echt aan het storen terwijl ik aan het eten was met mijn vrienden. Die kinderen hebben heel mijn dag verneukt, maar toch dat stuk, want ik bedoel, het was een fucking chille dag. Want die kinderen echt, die waren zo irritant, ik kon gewoon rustig op mijn gemak een visje eten. Komen die kinderen, hey, zet! Ja, dat was niet zo leuk. Dus ik ben hier rustig chaptje aan toen hij Sluis. Leuk chaptje, lekker visje, lekker chaptje. En dan heb je daar één groepje jonge kutkinderen, kunnen jullie ze zien waarschijnlijk wel. Die had de hele tijd irritant mijn naam aan het roepen zijn. Ik meen dat zijn echt
het soort kinderen waar ik echt aids van krijg. Maar dikke aids. Mensen die aan de overkant van de straat staan, de hele tijd bij damtroepen. Echt, doe dat niet. Dat is echt de dikste disrespect dat er bestaat. Dus hopelijk krijgen jullie allemaal een verkoudheid. En fuck jullie. Dan ben ik gewoon een beetje door Sluis gelopen. En heb ik een beetje West-Vlaamse dingen naar mensen geschreeuwd. Dus als je niet verstaat, ik heb het ondertiteld. Oké, okay. Thanks. Crèmetje letten met de maatjes. Kleertjes kopen met de maatjes. Schoenenwinkeltje met de maatjes. Michael Kors rugzakje met de maatjes. Sluis met de maatjes. Jeep, Sluis met de maatjes. Sluis met de maatjes. Nice. Hele dure planga van Cartier. Dat is duidelijk planga van Cartier. Nice. Nice. Toen verveelde het mij een beetje, dus we zijn in een speelgoedwinkel gegaan. En in die speelgoedwinkel hebben we ook zo'n beetje domme shit gedaan, omdat we achterlijk zijn. Speelgoedwinkeltje met de maatjes. Nice. Dit was echt mijn jeugd. Ik weet niet of er mensen zijn die dit kennen, maar Weerwolven. Het leukste spel ooit om te spelen met mensen. Echt, dit is een 10 euro, maar ik don't have money for that. Oh, shit. Is het naar de klo? Het is voor de zak. Basketbal hoepeltje. Brandweerhelm. Nice. Snoep. Wow. Snoep. Nice, en mevrouw, de snoepjes. Satisfying. Nice. Yeah. Dit is nog een fragment van een bong. Dus niet denken dat ik junkie ben of zo. Ik had gewoon zin om deze ook te filmen en pas in dit stuk van de vlog die bong te steken. Dus het is een leuke bong, kijk maar. Piemelbong! Het is de bong in de vorm van een piemel. En als je goed kijkt, zie je daar de balzak. Nice! Sluis was heel leuk. Het was een hele mooie dag. Ik bedoel, kijk hoe mooi dat daar is. Dit is een very beautiful uitzicht for very beautiful pictures. Nu gaan we gewoon terug naar Blankenbergen. Niks gaan doen, gewoon chillen. Genieten van mooi weer. En zo, guys, it was very nice. Nu gaan we naar het casino. Leuk. Tot de volgende keer, Sluis. Bye. Yep. Hier zijn we weer in de tuin, maar mooi weer is hier wel beautiful. I'm not gonna lie, it's very nice in here. So, ladies and gentlemen, we back at it again. Ik ga nu eten maken, we gaan hier nog een beetje zonbewaard chillen. Hey, get your shit. En doe niet zo gay als die kinderen Sluis, want als je zo doet tegen mij, dan echt. Ik stond zo ver van die mensen, echt zo. Pa! En dan. Dus. Het laatste geluid dat je hoort, dat was dus wat ik eerst probeerde. Maar dat lukte niet, want het hoort dit te zijn. Snap je het verschil? Oké, okay. Bedankt om te kijken naar deze vlog. Vond je het leuk? Smash dat duimpje omhoog. Ik denk echt dat ik nu ga kakken of zo, want mijn kamer is echt een gaskamer. Het is echt niet vreselijk. Dames en heren, tot de volgende keer. Adios. Ik ben de anonieme vlogbespreker. Hey, ciao.